Voel jij wel eens een knoop in je maag? Dat komt omdat je hersenen zijn verbonden met je darmen en met elkaar communiceren. Darmbacteriën doen mee aan dit gesprek en beïnvloeden zo je humeur, gedachten en gezondheid. Wanneer deze gesprekken misgaan, kan dit zelfs leiden tot ziektes. Darmbacteriën scheiden bijvoorbeeld stoffen af die de zenuwen in de darmen activeren en signalen afgeven aan de hersenen. De darmbacteriën hebben ook invloed op het afweersysteem. Als iets misgaat in de darmen, kan de darmwand gaan lekken. Dit veroorzaakt chronische ontstekingen met mogelijk vermoeidheid, stress en zelfs depressie als gevolg. Hier wordt veel onderzoek naar gedaan. Zoals bij een groep studenten geneeskunde. Zij kregen meerdere weken een gefermenteerde melkdrank met een ingrediënt dat de darmflora ondersteunt. Ze hadden daardoor minder gevoelens van stress en een blijere buik. Door je darmflora te ondersteunen, kun je mogelijk ook je mentale gezondheid helpen. Om dit verder te ontrafelen, is meer onderzoek nodig.